Hiram, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus. En als we een kaart goed bekijken wat deze week voor de Ram gaat brengen. Dan lijkt het erom alsof er deze week best wel een week is waarin er veel beweging en actie zit. Ik heb het gevoel dat je zelf heel veel nadenkt, maar toch ook wel echt over de dingen die er voor jou toe doen. Het zou kunnen zijn dat je of verliefd bent, of het kan zijn dat je juist een bepaalde actie voor werk aan het doen bent. Maar je bent heel erg aan het denken en zelfs misschien wel een beetje aan het twijfelen of dat je de juiste weg om ingeslagen bent. Ik heb niet meteen het gevoel dat je daardoor een stapje terug gaat doen, want je lijkt maar in die actie te blijven. Alleen je gaat er wel voor jezelf over nadenken van heb ik het nu het juiste gedaan en kom ik waar ik ga komen. Ik zou dus ook zeggen hierbij, kijk alsof je even een klein stapje terug kan doen en voor jezelf te bedenken of dat je het wel of niet wilt. Op het moment dat je heel erg druk blijft doorgaan, kun je eigenlijk niet zo heel goed bepaalde beslissingen nemen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.